Dames en heren, hoe kan het nou zijn dat de ene deskundige zegt dat het goed gaat met de leefomgeving en de andere zegt dat het niet goed gaat? Hoe kan het nou zijn dat de ene zegt dat het glas half vol is en de andere bestuurder zegt dat het glas half leeg is? Eigenlijk is het heel eenvoudig. Wij leven in Nederland met 16,7 miljoen mensen, met 4 miljoen schapen, met 8 miljoen koeien, met 97 miljoen kippen. En in die context, aan het einde van rivieren, is het moeilijk om aan de top van bepaalde lijstjes te komen. Aan de andere kant, als de lijstjes worden opgemaakt over wie heeft een hele slimme oplossing, een eco-efficiënte oplossing voor het afvangen van ammoniak, dan lopen wij altijd ook voorop. Aan de ene lijstjes zitten we achteraan, aan de andere lijstjes zitten we bovenin. De balans van de leefomgeving is voor dit jaar een pijlstok waarin we allerlei statistiek naast elkaar zetten. Waarin we soms voorop lopen en soms achteraan. En ik wil u graag meenemen in die balans van de leefomgeving die we dit jaar voor u hebben gepresenteerd. Het is een dun boekje geworden, maar ik zal uitleggen dat het daar niet alleen bij blijft. De leefomgeving is sowieso al iets abstracts. Het gaat over energie, het gaat over wonen, het gaat over mobiliteit, natuur, voedsel, van alles. Een aantal van die elementen loop ik met u langs. Energie. We nemen aan dat die elektriciteit gewoon uit het stopcontact komt. Maar hoe die daaruit komt, is wel een cruciale vraag. Eigenlijk hebben we ons land opgesteld met kolen, gas en olie. En daarmee genereren we warmte en die elektriciteit. Maar dat systeem kan niet meer. Dat veroorzaakt klimaatverandering en moet om. Terwijl wij nog leven, moeten we die andere dragers zien te vinden. We hebben over onze levenstijd een prachtig fijn vertakt autosnelwegennet aangelegd. En nergens in het landschap liggen die klaverbladen zo mooi als in Nederland dankzij Rijkswaterstaat. Maar eigenlijk is dat ook een politiek van het verleden. We zitten al op het spoor van beter benutten om het bestaande netwerk beter te gebruiken. Maar we moeten eigenlijk nu gaan denken aan wat er op ons afkomt. Blijven we wel autorijden? Of wordt het een bestuurderloze auto? Gaan we andere vormen van transport zien die heel erg dominant kunnen gaan worden? We dragen het verleden met ons mee, maar we moeten denken over de toekomst. Het wonen, we wonen in dozen zoals Sonneveld zei, of soms in huisjes op het groen. Maar ook dat idee van steeds maar weer bijbouwen, weilanden opspuiten, is eigenlijk iets van het verleden. U zult het nog hier en daar zien, maar niet meer overal. We hebben woningen die eigenlijk in een marktsituatie heel veel te koop hebben gestaan. En we hebben steeds meer het beeld van die eenzame heer of eenzame dame, nog veel vaker. Die blijven wonen en veel ouder worden. Die woningmarkt staat onder grote druk. En daar moeten we ook door een transitie heen. We moeten het anders gaan doen. Met grote Nederlanders als Sikkel Mansholt en anderen hebben wij in Nederland de oplossingen bedacht voor het voedselvraagstuk in Europa. Fenomenaal succesvol zijn we geweest. Maar eigenlijk weten we dat dat op efficiëntiegerichte voedselsysteem niet de toekomst heeft. De voetafdruk van voedsel is groot en ook melk en vlees produceren klimaatverandering. Wij moeten denken aan onze gezondheid. We zijn te zwaar, we eten te veel. Die hele transitie in het voedselsysteem staat op de agenda, maar is nog bij lange na niet voltooid. En tenslotte uiteraard het water. Deze zomer voor het eerst, zoals een Amerikaanse gouverneur het zei, wij zijn de generatie die als eerste de reële effecten van klimaatverandering ondervindt en wij zijn de laatste generatie die er wat aan kan doen. Dat is de challenge of a lifetime. De toekomst, dames en heren, is nu. Als ik zeg de toekomst is nu, dan moet u bedenken dat dat niet vanzelf goed gaat. We hebben een systeem wat eigenlijk ingesteld is op bestendiging van zichzelf. Dat systeem dat wil de hele tijd maar niet bewegen. Dat blijft maar terugvallen in zijn oude gedrag. En Martin Scheffer, een ecoloog uit Wageningen, die heeft gekeken wat er gebeurt in die ecosystemen, die heeft gezegd, er zijn tipping points. Er zijn momenten dat die energie niet meer terugvalt. Dat het niet meer goed gaat. En hij zegt, daar moet je op letten. Dan gaat die energie de andere kant op.
En mijn stelling is, dat kunnen we ook positief zien. We kunnen ook zeggen, er is een punt dat die transitie wel goed gaat. Dat we wel die hernieuwbare energie in Nederland krijgen. Dat we wel kunnen wonen betaalbaar en voor iedereen op een goede manier georganiseerd. Enzovoort, enzovoort. Die transitiedynamiek staat in de balans centraal. En transitie komt met transitiepijn. Dingen gaan niet onmiddellijk goed. Ik wil u meenemen in een aantal van die elementen om aan te geven welke keuzeruimte we met elkaar hebben. Dit is de leefomgeving zoals een planbureau die voorstelt. Heel abstract. We gaan niet eigenlijk bij het PBL over de psychologie, over het sociale, de interactie van ons als mensen. We kijken naar de biofysica, naar hoe het systeem in elkaar zit. Mobiliteit, wonen, water, natuur, voedsel, energie. En ik pak er 3 voor u uit. Allereerst wonen, omdat wonen voor ons voor het eerst in de balans staat. En dan ziet u dat onze woonlasten in Nederland ten opzichte van de andere landen van de Europese Unie relatief laag zijn. 29,2% betalen wij aan onze woonlasten. Maar er zitten wel een paar vervelende dingen in dat woonsysteem. We hebben in dat woonsysteem die transitie ingezet. We hebben de pijn genomen van het beperken van de aftrek van de hypotheekrente. Maar er zijn gezinnen die juist aan het begin van deze eeuw zich voor veel geld in de schulden hebben gestoken. Die jonge gezinnen, die ziet u hier, die hebben dus een huis wat onder water staat. Dat zijn er vrij veel. En juist in die groep die het ook in de familiefase vorming heel moeilijk heeft. Maar let u eens op dit plaatje. Hier ziet u dat eigenlijk de huishoudens met huren, dat die eigenlijk veel meer procentueel in de problemen zitten. Meer dan 13% zit in de betaalproblemen potentieel iedere maand weer. Het is een onderwerp wat aandacht vraagt. We moeten, als we iets willen doen aan die klimaatverandering, zorgen dat onze woningen energetisch op worden gewaardeerd. En de grap is, dat kunnen we. We kunnen nieuwbouw nu klimaatneutraal bouwen. Dat betekent dat u geen energierekening meer zal hebben. Het probleem alleen is dat 80% van de woningvoorraad van 2050 er al staat. Dus we moeten nadenken over hoe we die bestaande voorraad energetisch gaan opwaarderen. Wat u ziet is dat het best goed gaat. En dat komt omdat we de Vinex hadden, nieuwbouw, en dat de G-woningen, de oude flatwoningen, eigenlijk ook voor een deel zijn gesloopt. Dat gaat goed. Maar we moeten daar eigenlijk met name die eigenaar-bewoners bewegen tot vernieuwing. En dat is een lastig proces. Vooral ook omdat die eigenaar-bewoners vooral bejaarden zijn. En u heeft misschien een oude moeder of vader. En dan weet u, die zijn niet zo genegen om een huis helemaal te verbouwen. Laat staan energetisch klimaatneutraal te maken. Dat gesprek zult u toch wat minder voeren. Die groep is wel interessant. Want we hebben nog wel een toekomst met meer huishoudens, maar dat zijn vooral dus de oudere alleenstaanden. Dus we hadden al bejaarden, maar we hebben dus nu toenemende mate een groep hoogbejaarden. Die ziet u wel eens als u met uw ouders in een provinciaals museum op een ochtend zich meldt en die hele rij, dan denkt u, ik ben toch nog best jong. Laten we kijken naar het mobiliteitssysteem, want daar is ook veel om te doen. Nederland heeft een vrij goed georganiseerd mobiliteitssysteem en een hele lage file-druk, ook in vergelijking met andere landen. Maar als we kijken naar waar ons werk georganiseerd is, zien we dat dat werk eigenlijk georganiseerd is op die snelweglocaties veel meer dan we willen. Want we willen eigenlijk dat het werk zich concentreert bij multimodaal ontsloten locaties, waar je ook met het openbaar vervoer kan komen. U ziet dat met name in de niet-randstad dat in hoge mate sinds 2000 niet het geval is. Dus daar zijn de nieuwe banen erbij gekomen, juist op die snelweglocaties. In de Randstad zien we dat die multimodale locaties wel beter hebben gewerkt. En hier ziet u dat die multimodale locaties ook negatief soms, dus minder banen hebben dan in 2000. Dus dat is een punt van zorg. Eigenlijk wil je verstedelijking en mobiliteit dichter bij elkaar brengen. We willen dat de auto's niet meer op een verbrandingsmotor leunt. We willen dat die auto's waterstof, elektriciteit of een andere hernieuwbare bron voert.
We stimuleren het elektrisch autorijden. En u weet allemaal het verhaal van de Mitsubishi Outlander. Dat gaat goed, maar misschien soms wel erg goed. En als we 75% van de kosten met gecumuleerde subsidies aan de koper van de Mitsubishi Outlander geven, dan kun je denken, zijn we wel goed bezig. We hebben een gedurfde inkomsten van 1,5 miljard per jaar doordat we die subsidieregeling hebben. Zegt het PBL, daar moet je mee ophouden. We zijn bijna koploper in Europa als het gaat over de verkoop van elektrische auto's. Nee, we zeggen eigenlijk, je moet het door laten evalueren. Zorg dat die auto's verder moeten kunnen rijden om die subsidies te pakken. En zorg dat je precies op het randje zit waar de mensen gemotiveerd worden. Zodat je die grappen over het stimuleren van elektrisch rijden voorkomt en toch je doelen op een goedkopere manier haalt. We denken graag mee. En ten derde, energie. Misschien wel het ingewikkeldste verhaal en het verhaal wat het dichtste bij u staat, omdat we daar nu in de transitiepijn zitten. Iedereen hoort van de windmolens op land. En iedereen realiseert zich dat we misschien nog wel 1000 van die grote molens erbij moeten plaatsen om dat doel te halen wat we met elkaar hebben afgesproken in het energieakkoord. Nederland, ziet u aan de zijkant, loopt achteraan als het gaat over het aandeel hernieuwbare energie. 4,5%. Dat betekent 95,5% fossiele brandstoffen voor onze elektriciteit en onze energie. We zitten op dit punt met energie op land en op dit punt met energie op zee. En we moeten in 2020 daar zitten en daar. Gaan we dat halen? Ik denk dat het heel goed denkbaar is dat we in de buurt komen. En als alles mee zit, hebben wij doorgerekend, kan het gaan lukken. Maar ik wil eigenlijk ook nu zeggen, denk voorbij 2020. Laten we die kans pakken. Dit is de toename van hernieuwbare energie door de jaren heen. We moeten voor 2020 op boven de 1% zitten. 1,5% moeten we halen. Dit is onze historische toename van hernieuwbare energie. Voor 2050 moeten we tegen die tijd op dat percentage zitten. Nou, denkt u, die Duitsers, die doen dat toch allemaal goed? Kijk, dit zijn de Duitsers. De Duitsers hebben nog nooit het historische toenamepercentage gehaald wat we straks moeten halen. Voor het doel, wat niet wij hebben bedacht, maar wat de Europese Raad, de samenwerkende regeringsleiders, hebben afgesproken. Als Europa die klimaatverandering, als die daar zijn deel wil pakken, dan moeten we dus onze game verbeteren. We moeten daar duidelijk veel beter werken. Het energieakkoord is voor ons korte termijn. Wij denken dat er een reusachtige kans ligt om in te zetten, economisch en qua kennis en innovatie, op wat daarna nodig is. En het belangrijkste staat hier in het midden. Eigenlijk, als je die cijfers bekijkt, is er geen plaats voor kolencentrales in Nederland. Nieuwe kolencentrales zouden gewoon die CO2-opslag moeten kunnen realiseren. Dat kunnen we ook, het is relatief weinig geld. Ook om dat onder de Noordzee te doen. En het is een technologie die we nog niet hebben. Dus als we niet in 2020 stil willen komen te staan, moeten we dat soort dingen verzinnen. Aardwarmte is een innovatieve technologie waar Nederland in de wereld ook kan helpen bijdragen aan een oplossing. En waterstof, biomassavergisting, allemaal domeinen waar Nederlandse bedrijven veel geld aan het uitvinden van de oplossingen die wij hebben verzonnen kunnen bijdragen. Het kan zelfs zo zijn, dames en heren, dat het geld geven aan de innovatie voor na 2020 beter besteed is dan het geld uitgeven aan het halen van het doel voor de korte termijn. De toekomst, wil ik maar zeggen, is nu. De balans van de leefomgeving is een verhaal over al die facetten van de leefomgeving. En op al die dimensies gebeurt iets anders. In het wonen constateren we dat de pijn genomen is. Dat de transitie is ingezet, maar dat er nog wel nijpende problemen op de korte termijn zijn. We waarschuwen daar dat de babyboomers op een goed moment ook komen te overlijden. Dus dat we over 10, 15, 20 jaar een enorme woningvoorraad, een voorraad ter grootte van de nieuwbouwproducties uit de beste jaren, vrijkomen voor iedereen die dan leeft. Dus gemeenten die nu te veel gaan bouwen voor de korte termijn, die hebben op de langere termijn eigenlijk misschien niet een goede zet gedaan. Wonen vastgoed, waterveiligheid met het Delta-programma en de mogelijkheid om nieuwe iconen te scheppen, waar Nederland laat zien wat wij kunnen doen, ook in de wereld.
mobiliteit in een dichtbevolkte delta, waar we de concepten kunnen uittesten die ook in de wereld van belang zijn. Natuur, het herwaarderen van onze afhankelijkheid van het natuurlijk systeem. Misschien met een concept als natuurlijk kapitaal, daar komt straks nog een gesprek over. De gang naar hernieuwbare energie en het nadenken over een betere waterkwaliteit. Want laten we niet vergeten, in Nederland kunt u gerust zwemmen in het water. U kunt de landbouw ermee irrigeren. Het enige wat nog niet goed gaat in Nederland is die natuurlijke kwaliteit. Dat ook al die soorten rijkdom die we nodig hebben, dat die ook in Nederland tot stand kan komen. En dat hele domein van voedsel en landbouw, hoe we gaan we eten, met een goed gevoel, dierenwelzijn, maar ook op een kwalitatieve manier die footprint van Nederland in de wereld vermindert. Dat zijn een aantal van de uitdagingen. Ze staan in de balans van de leefomgeving. Het is dit dunne boekje wat u allemaal na afloop krijgt. Maar het zijn ook nog 6 verdiepende hoofdstukken voor degene die zegt, ik ga er nou eens echt mijn tanden in zetten. Over de thema's die ik heb genoemd en de schatkamer. En bezoek hem. U kunt er de tijd voor nemen. Want hij blijft gewoon 2 jaar staan. pbl.nl balans met alle statistiek. En niet alleen de cijfertjes, maar ook nog uitgelegd. Het verhaal wat die cijfertjes tot leven brengt.